Hallo allemaal, mijn naam is Dennis en in deze aflevering doe ik weer een update van mijn aandelenportfolio. We zijn weer een maand verder en er is heel veel gebeurd. Ondanks dat er een mindere beurs is geweest en dat de crypto koers teleurstellend is gezakt, heb ik toch een groei van 10% doorgemaakt. En ik ga jullie laten zien wat er allemaal is veranderd, hoe ik dat heb aangepakt en of ik nog mijn lange termijn plan volg. Ga ik jullie allemaal laten zien, omdat ik regelmatig deze video's nu ga maken, zal ik een aparte playlist op mijn kanaal zetten. Die zal heten Mijn Aandelenportfolio. En dan kunnen jullie een beetje die reis volgen en eventueel dingen kopiëren, mocht je dat interessant vinden. Dit is natuurlijk geen financieel advies, het is mijn Aandelenportfolio en die deel ik. En het is alleen maar voor jullie als uh, inspiratie. Voordat we beginnen, een paar opmerkingen. Je ziet straks dollar-aandelen en euro-aandelen. Kijk goed naar de slides dat je ziet in welke sector die vallen. Dan mijn cash reserves, die vermeld ik niet. Dat heeft weinig zin. Het gaat puur om de aandelen die ik heb. En nummer drie, het is zoals al gemeld, dit is geen financieel advies. Het is puur een kijkje in mijn aandelenportfolio ter inspiratie. In mijn vorige aflevering heb ik mijn Endgame genoemd. Mijn Endgame is dus bescherming van mijn waarde tegen inflatie en liquiditeitsproblemen bij banken. Daarom heb ik aandelen en als cashflow-generator om de kosten in mijn holding op te vangen. Deze aandelen liggen dus in mijn holding, niet in privé. Dat is een ander aandelenportfolio en die hou ik voor mezelf. Dit is puur mijn holding. Ik heb ook een paar acties vastgelegd de vorige keer om langzaam te stappen naar die veranderende wereld en hoe mijn portfolio er nu uitziet. De eerste stap was, als je dat even herinnert naar mijn vorige video, uh, Stack Industrial, uh, die zou ik gelijk trekken met Gladstone Commercial. Gladstone Commercial is een hele grote pot en daar zit wat risico als ik de andere klein laat. De andere is het vergroten van Digital Realty Trust, dus de datacenters. Een andere stap die ik ga nemen is dus meer in de olie- en gasbedrijven steken. Natuurlijk is er een vraag naar olie, maar ook de energietransitie en vooral dat waterstofverhaal wordt heel erg interessant. Dan meer producenten van voedingsmiddelen, dat is een andere beoogde actie. We weten allemaal dat die inflatie er is, al wordt dat tegengesproken. Maar alles wordt duurder en ook voedingsmiddelen en voedingsmiddelen die berekenen gewoon een percentage op de winst of op de verkoopprijzen. Dus als die prijzen stijgen, dan zal ook de winst stijgen. Dat is goed voor het aandeel en meer investeren in cryptobedrijven. Ik ben nog steeds een crypto-believer, ondanks dat de koersen nu dalen. Ga ik daar meer in investeren, want het is gewoon niet meer tegen te houden. We gaan door de aandelenportfolios lopen. Bij mijn vorige video heb ik vermeld dat ik het in groepen opdeel. Dus je hebt flagship aandelen, middenkader aandelen, steunaandelen en piraten aandelen. En dan pak ik als eerste de US-dollar aandelen. De flagship aandelen moeten het als totaal opgeteld een waarde hebben van boven de 10.000 dollar. Als eerste de grootste twee. Dat zijn twee REITs: Gladstone Commercial. Die heb ik met 20% afgebouwd naar 1798 aandelen. Hebben nu een waarde van 40.000 dollar tegenover 46.000 de vorige keer. De aandelen stegen enorm en ik vond het een beetje te veel stijgen. Dus heb ik een deel verkocht. Dat was een goede keuze, want de aandelen zijn op dit moment aan het zakken. Dus ik heb die cash veilig gesteld en daar heb ik andere investeringen mee gedaan. Digital Realty Trust is met 1% gestegen naar 393 aandelen. Hebben nu een waarde van 61.000 dollar. Het is een aardig verschil tussen de vorige maand. 61.000 tegenover 58.000. Dit aandeel is ook enorm gestegen. En ik heb daar wat van verkocht en weer teruggekocht. Want datacenters dat zal populair blijven en alleen maar gaan groeien. Dus vandaar dat er maar 1% staat. Maar het is een behoorlijke stijging in mijn portfolio. 3M die heb ik behoorlijk afgebouwd, 40% van de aandelen verkocht omdat de dividenddatum was geweest. Bij 3M stort het dan in elkaar en dat is ook daadwerkelijk gebeurd. De pot is nu nog maar 11.000 waar tegenover 19.000. De komende maand zal ik weer beginnen met opbouwen zodat ik naar de dividenddatum in augustus kan toewerken. Southern Company, die ben ik aan het opbouwen. 53% gegroeid in een maand qua aandelen. En nu is de pot 21.800. Ik zal nog een stukje gaan doorbouwen tot de volgende dividenddatum is aangekomen. ATT is nog steeds vast, daar heb ik niets meegedaan. Ik wacht even af tot het overgezet is naar het nieuwe aandeel. Dan weten we ook hoe de markt daarop reageert. Nou, een nieuwe in dit lijstje is Kraft Heinz. Een van mijn doelstellingen was voedingsmiddelen uitbouwen. Kraft Heinz had ik al, maar dat was eigenlijk maar een kleine positie. Ik heb het nu opgebouwd naar 342 aandelen met een waarde nu van 13.953 dollar. En die is gekomen in de groep flagship aandelen. Dividenddatum is net geweest en in augustus is de volgende. Dus in de tussentijd kan ik lekker doorbouwen, terwijl de koers nog niet al te hoog is. Stack Industrial is uit deze groep verdwenen. Die was boven de 10.000, maar het aandeel steeg zo hard, dat ik een behoorlijk stuk daarvan verkocht heb. Was niet helemaal mijn planning, want mijn doelstellingen, daar beschreef ik dat Stack gelijk zou worden getrokken aan Gladstone. Maar op een gegeven moment krijg je toch een onderbuikgevoel. De koers die stijgt zo hard, dat kan niet meer goed gaan. En het klopt ook, aandeel is daarna gaan zakken. Maar ook weer omhoog gegaan. Dus ik twijfel nog een beetje wat ik hiermee moet doen. Ik denk dat ik nog een maandje afwacht. Zomervakantie komt er toch aan. En dan zie je ook dat koersen vaak naar beneden gaan. Als ik de flagship aandelen optel, dan kom ik nu op 159.000 dollar uit tegenover de 168.000 de vorige maand. Heeft dus niet zozeer te maken met aandelenkoersdalingen, maar meer veranderingen in de portfolio's. Volgende, de middenkader aandelen. Nou, dit lijstje is aardig aan het groeien. Uh, middenkader is dus alles boven de 2000 dollar. Die Stack Industrial, die komt dus uit de vorige groep. Die zit nu op 209 aandelen. 60% heb ik daarvan verkocht. En die hebben nu nog maar een waarde van 8000 dollar. Die waren 18.000 dollar. Dan Avalon Bay Communities, daar heb ik 3% van verkocht. 9.500. Je ziet ondanks dat ik aandelen van verkocht heb, de koers gestegen is. Avalon die concentreert zich op huizen in New York. New York dat gaat weer wat beter. Nu de coronacrisis daar afloopt, dus New York wordt weer populair. Dan equity residential die is kiet gebleven qua aandelen, maar je ziet wel dat de hele pot met 300 dollar is gestegen. LTC Properties, long term care properties zelfde gebleven. Procter Gamble zelfde gebleven, IBM zelfde gebleven en McDonald's zelfde gebleven. Bij de ene is de pot wat gestegen, de andere wat gedaald. Niet echt significante wijzigingen. Coca-Cola heb ik bijgekocht, 33%. Zomer komt eraan en ik denk dat het een vrijere zomer wordt dan vorig jaar. Ik verwacht daar nog wel wat van. Ik heb ze gekocht, helaas. Voordat Ronaldo zijn opmerking maakte, toen daalde de koers. Kan je ook niet weten. Ik heb gewoon de pot vergroot. En uh, ik denk ook dat de aandelenkoers verder door zal stijgen. Main Street Capital heb ik met 40% laten groeien qua aandelen. Nu het in de, de Verenigde Staten iets beter gaat. Zal er ook weer geïnvesteerd worden in bedrijfjes? Dus dan is een firma zoals Main Street Capital perfect om die op te kopen en die te laten opbouwen. Dan BP, olie en gas heb ik met 6% laten stijgen. Hoorde bij mijn plannen om de olie- en gasbedrijven te laten groeien. Ik ben voorzichtig met 6% begonnen. En dan waste management. Een utiliteitsfirma is hetzelfde gebleven. Dit waren de middenkade aandelen. Deze zijn gestegen naar 56.000 dollar tegenover 42.000 de vorige maand. Dan heb ik wat steunaandelen. Dat zijn allemaal kleintjes. Er is daar één bijgekomen: dat is Iron Mountain, en dat is ook een soort datacenter-firma. Officieel is dit dat bedrijf die die berg beheert in de Verenigde Staten met die 22 verdiepingen naar beneden. Wat ze zeggen is nuclear-proof en bedrijven die uh, slaan daar hun gevoelige gegevens op. Iron Mountain heeft ook nog datacenters over de hele wereld. Is een leuk aandeel van ongeveer 45 dollar. Dit ga ik ook uh, opbouwen. Het is nu nog te klein en zit hij in deze groep. Verder is alles een beetje hetzelfde. Nu is deze groep gezakt naar 8000 dollar. Het was 11000. En dat komt omdat Kraft Heinz hieruit is gehaald. En die is beland bij de flagship aandelen. Dan de piraten aandelen. Nou, hier is veel gebeurd. En de volgende keer zal ik dit ook in aandelen uitsplitsen. Dat is nu niet gebeurd, want het was een klein groepje. Want eigenlijk de piraten passen niet bij mij, want ik heb alleen maar dividend aandelen. Naast Apple, die er was, Microsoft, AMD en Viatris. is er nu Sophie Technologies bijgekomen. Dat is een nieuwe dienstverlener waar je dus kredieten kan aanvragen. Maar die zijn ook met cryptocurrencies bezig en kredieten verlenen via cryptocurrencies. Dus dat past een beetje in mijn straatje. Dan naast Coinbase heb ik nu ook Riot Blockchain. En Marathon Digital, dat zijn crypto mining bedrijven. Zeker nu China crypto miners aan het sluiten is, kan het zijn dat dit soort bedrijven flinke aangroei gaan krijgen. En ook als crypto weer gaat stijgen, dan zal dat op de balans van deze bedrijven ook zichtbaar worden. Dat betekent koerstijgingen. Deze pot is nu gegroeid naar 21.000 dollar, was 9000 dollar. Dus dat is een flinke groei. En dat betekent: ik zal deze slide volgende keer gaan uitsplitsen naar specifieke aandelen. Dan zijn we nu klaar met de dollar-aandelen en gaan we naar euro toe. De flagship-aandelen in het euro-domein moeten zeker 5000 dollar zijn. En dan gaan we beginnen met Shell. Heb ik met 5% laten groeien, net zoals BP. Die staat nu op 832 aandelen en is gegroeid naar 13.974 euro. En dat was 12.000. Unilever 1%. Waarom maar 1%? Er is een dividenduitkering geweest. Er zijn uh, aandelen bij opgeteld. Die is nu 20.000 euro geworden. Hornbach 5% gegroeid. Helaas is de koers gezakt. Dat is jammer. SAP heb ik niets verder mee gedaan, zit een licht herstel in. Dan twee crypto aandelenfondsen, als eerste Bitcoin Tracker One. Hij ik met 47% laten stijgen wegens de daling van de Bitcoin koers. De pot is nu 40.000 euro, maar die had eigenlijk veel hoger moeten zijn. Kijk maar, 47 erbij tegenover 31, dus dat had bijna 60.000 moeten zijn. Maar crypto is zo gedaald. Dat het maar 40.000 is. Maar als Bitcoin weer teruggaat naar zijn oude koers, dan zie je dat hier meer dan een verdubbeling kan optreden. Hetzelfde geldt voor Ether Tracker 1 35% laten stijgen naar 342 aandelen. Was 50.000 euro, nu 54.000 euro. Dus uh, daar zit heel veel rek in. De potentiële energie bij deze twee aandelenfondsen is enorm. Het hangt puur af van de koers van Bitcoin en Ethereum. De flagship-aandelen zijn nu 141.000 euro tegenover 126.000 de vorige keer. Het groeien van die aandelen is puur gedaan met winsten van verkopen uit de Amerikaanse aandelengroepen. Dus zo zie je dat je gewoon je cash kan laten circuleren als daar goede momenten zich voordoen. Dan gaan we naar de piratenaandelen, nou dat is een groepje aandelen die ik alleen maar met winst heb gekocht. Ik heb geen euro betaald voor de aandelen die je hier ziet, zijn allemaal hetzelfde gebleven. Sommige zijn gestegen, sommige zijn gedaald en deze pot is 10.000 euro. Het is wel grappig, dit is dus 10.000 euro aan winsten. Hè? Die 10.000 had ook naar mijn eigen rekening kunnen gaan. Maar uh, ik ga dit gebruiken voor dividend. De reden is dat het niet is aangegroeid, omdat op de Nederlandse markt zie je dat dit soort fondsen vaak één of twee keer per jaar uh, dividend uitkeren, behalve aparam dan. Dan heeft het geen zin voor mij om door te investeren. Ik uh, ga meestal weer uh, bouwen een paar maanden voor de dividenddatum. Maar nu doe ik er niks aan, want de koersen zullen waarschijnlijk alleen maar gaan dalen. Aperam is natuurlijk in september weer aan de beurt. Ik ga denk ik uh, eind juli weer beginnen met bouwen. Dat waren de aandelen. We gaan nu even kijken naar de beoogde acties die we hadden afgesproken. Op dit moment zijn er drie waar resultaat geboekt wordt. Dus dat is de positie vergroten van Digital Realty, de positie vergroten van de olie en gasbedrijven, aandelen cryptobedrijven. Dat loopt ook. Wat dus nog niet gelukt is, is Stag Industrial. Gelijk trekken met Gladstone. Komt dus doordat Stag zo gestegen was dat het mij niet handig leek om meer aandelen te kopen. Ik heb wel Gladstone verlaagd, maar meer verkocht van Stag. Dus dit loopt uh, absoluut niet gelijk met mijn beoogde acties. En ook meer producenten van voedingsmiddelen. Ik heb wel Heinz vergroot, maar ik moet nog uh, meer voedingsmiddelenbedrijven daartussen gaan zetten. Als ik dan kijk naar het overzicht van alle portfolios. Mijn US-dollar aandelen zijn omgerekend nu 207.000 euro. Euro aandelen 152.000 euro. En dat is een totaal van 359.000 euro. Als ik dat vergelijk met mei. Dan ben ik 10% gestegen. Dat is heel goed in een maand van 326.000 naar 359.000. Er is dus geen of nagenoeg bijna niets naar mijn gewone rekening gegaan. Alles is gecirculeerd. Wat ik er wel bij moet zeggen, het zijn niet alleen goede keuzes geweest, maar het komt ook door de US-dollar stijging, omdat ik dit omreken naar euro. De dollar is weer aan het stijgen en dat helpt ook mee om de potwaarde te vergroten. Ik hoop dat de komende maanden, als crypto weer omhoog gaat, dat dat nog meer impact zal hebben. Ik ga gewoon verder met mijn beoogde acties. Jullie kunnen hier alleen maar van leren of ik het goed doe of slecht. In ieder geval hebben jullie een inzage in mijn portfolio. Daar kunnen jullie, denk ik, wel wat mee. Dit was het voor deze aflevering. Ik hoop dat jullie interessante dingen hebben gezien. Ik maak een playlist op mijn kanaal die heet Mijn aandelenportfolio en dan bouw ik dat op met nieuwe afleveringen. Dus over een maand komt er weer eentje. Heb je vragen of tips over aandelen? Vermeld ze dan in de comments. Abonneer je op dit kanaal. Ik vind het leuk dat de abonnees stijgen en dan weet ik dat ik het niet voor niets doe en dat de boodschappen die ik breng voor jullie interessant zijn. Dan heb ik nog een melding dat ik weer een leuk presentje op de private key heb gezet. Dus zoek die video op waar die private key van bitcoin te vinden is. En dan kan je dat presentje eraf halen. De eerste die die handeling doet, die heeft het. En dan is dat account weer leeg. Maar vorige keer heb ik het ook al gedaan. Het duurde twee uur voordat eindelijk iemand het eraf had gehaald. Dus het staat er weer op. Dus wees er snel bij. Ik kan jullie alleen maar veel wijsheid en gezondheid toewensen en dan zie ik jullie in de volgende aflevering. Doei doei!